gooi je gewone computer nog niet weg. Want waarschijnlijk komt die kwantumcomputer gewoon ergens in de cloud te staan. En als je daar je probleem op wil oplossen, dan moet je gewoon inloggen. Je geeft je probleem aan die kwantumcomputer en je krijgt het antwoord terug. Het mooie is dat je je probleem kan teleporteren naar die kwantumcomputer, die dan het antwoord weer naar jou terug teleporteert. Ja, zonder een spoor achter te laten in cyberspace. Dus die kwantumcomputer kan niet alleen wachtwoorden kraken, maar het kan ook een veiligheid geven, zodat je op een veilige manier dus kan communiceren. En die veiligheid is echt gegarandeerd door de wetten van de kwantummechanica. Dus door echte fundamentele natuurwetten.